Vanavond in onze uitzending Geen Spijt. Oud-directeur kinderziekenhuis spreekt voor het eerst over zijn aangifte tegen Lucia de B. Ik verwijt mezelf totaal niks ten aanzien van de stap die ik heb genomen. En gebeurt het morgen weer, dan doe ik morgen weer hetzelfde. Paul Smits was directeur van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. In de tijd dat Lucia de B. daar als verpleegkundige werkte. Het was Smits die in 2001 aangifte deed tegen Lucia. Toen hij haar verdacht van betrokkenheid bij de dood van 5 patiënten. Paul Smits spreekt nu, 9 jaar later, voor het eerst over de zaak die na morgen hoogstwaarschijnlijk de geschiedenis ingaat als een van de grootste rechterlijke dwalingen. Zometeen het verhaal van de oud-directeur. Eerst een terugblik op de rechtszaak waarin zoveel mist lijkt te zijn gegaan. Als je kijkt naar de fout die gemaakt is, hè, op het gebied van hoeveel er aan haar ten onrechte is toegeschreven, dan is dit de grootste fout ever. Dat standpunt, dat deel ik wel. Want dat heb ik zelf ook tegen Lucia af en toe gezegd. Jij wordt op een kar door het dorp getrokken. En je wordt bekogeld en op weg naar de brandstapel. Dat is een beetje het idee geweest, de moderne heksenjacht. Lucia de B. veroordeeld als de grootste seriemoordenaar van Nederland. Zelf heeft ze altijd volgehouden onschuldig te zijn. Ik hoef niks meer te horen. Ik heb dit niet gedaan. U zegt gewoon, ik vind het goed. Hoe kan het dat Lucia al die jaren werd aangezien voor een moordenaar, terwijl de patiënten een natuurlijke dood stierven? De zaak begint in 2001, in het Haagse Juliana Kinderziekenhuis, waar Lucia werkt als verpleegster op de afdeling met ernstig zieke patiënten. Van meet af aan is het misgegaan in die zin dat Lucia de B. voor een verpleegkundige een atypisch persoon was. Ze zag er niet uit zoals de gemiddelde verpleegkundige of verpleegster, zoals we daar nemen, eruit ziet. Ze had losse, lange, blonde haren, droeg korte rokken en hakken met schoenen met hoge hakken. Daar werd over, deze vrouw werd over gerotteld in het ziekenhuis. Begin september 2001 overlijdt er een baby in het ziekenhuis. Collega's van Lucia vinden het verdacht dat Lucia daarbij aanwezig was. Ze zou de laatste tijd opvallend vaak in de buurt geweest zijn van sterfgevallen. Het vermoeden rijst dat de patiënten geen natuurlijke dood zijn gestorven. Nou, met name dat zij inderdaad eigenlijk altijd aanwezig was als er een calamiteit was. Dat kan. Er zijn verpleegkundigen die vaker aanwezig zijn dan een ander. Dat heeft natuurlijk met meerdere oorzaken te maken. Maar het was wel opvallend. De doodsoorzaak van de patiënten is volgens de artsen natuurlijk en niemand heeft Lucia iets verkeerd zien doen. Toch houden een aantal collega's een vreemd gevoel. Ze stappen naar hun chef, die het aan de directeur meldt. De patiëntendossiers en het dienstrooster van Lucia worden erbij gepakt. De misdrijven, moord en poging tot moord, worden beide verdachten gezocht. Deze rare verpleegster in hun ogen, in plaats van andersom. Want normaal, in een strafzaak heb je eerst een delict, een misdrijf, en daar zoek je dan een mogelijke dader bij, een verdachte. Maar hier werden de delicten bij de verdachte gezocht. Ja, hoe kan dat dan? Ja, de roddel in een ziekenhuis. Hoe dat kan, dat weet ik ook allemaal niet zeker. Maar in elk geval, er is een soort proces, sociaal-psychologisch proces, van praten en roddelen tegen elkaar, waarbij men elkaar ervan overtuigt dat er iets verschrikkelijk mis is met deze rare vrouw. De directeur van het ziekenhuis maakt een voorlopige berekening hoe groot de kans is dat één verpleegster aanwezig is bij alle verdachte sterfgevallen. Die kans is 1 op 7 miljard. Toch was Lucia overal aanwezig. Directeur Smits denkt dan ook dat dit geen toeval kan zijn. Lucia moet de patiënten wel iets aangedaan hebben. Smits belegt binnen enkele dagen een persconferentie en doet aangifte bij de politie. U heeft slechts vermoedens, geen bewijzen. Ik heb geen bewijzen. Ik kan alleen maar constateren dat er 5 kinderen zijn overleden en dat bij 5 kinderen voortdurend dezelfde verpleegkundige dienst heeft. Ik vind dat de directeur te snel de media heeft opgezocht. Ik herinner mij nog dat dat in alle journaals breed werd uitgemeten, zonder eerst een diepgaand onderzoek in het ziekenhuis zelf te doen. Hij had niet naar buiten moeten gaan met die zaak meteen. En meteen moeten zeggen van, hier is iemand die moorden heeft gepleegd. Gelukkig hebben we het gevonden. En ik bied vast de ouders excuses aan voor die moorden. Want als je dat één keer hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dus op dat moment, of schoon het hele proces nog moet beginnen, lag vast, hier zijn moorden, hier is de moordenares. Oh ja, waar is het bewijsmateriaal?
Justitie vraagt een wetenschapper nu officieel te berekenen hoe groot de kans is dat één verpleegster aanwezig is bij alle verdachte sterfgevallen. Het getal wordt bijgesteld naar 1 op de 342 miljoen. Je ziet dus bij het begin af aan al dat mensen zeggen van dat kan geen toeval zijn. Maar op dat moment wordt er ook gezegd, ja, dit is statistiek van de koude grond. En dan komt er dus een deskundige, quasi-deskundige, en die zegt met zijn gezag van het is 1 op 342 miljoen. Dan weet iedereen van dat is de wetenschap die gesproken heeft. Dus dat is zo. En daar wordt dan ook niet meer aan getornd. En dat is het zaak waarop iedereen zich heeft beroepen. Het Openbaar Ministerie en het Haagse Hof. Dat zie je voortdurend als het getal terugkeren. Pas jaren later, als Lucia al veroordeeld is, blijkt dat er verkeerde getallen gebruikt zijn. De kans dat een verpleegster dit meemaakt is aanzienlijk. 1 op 9. Door de statistische berekening is justitie overtuigd van de schuld van Lucia. Maar is er wel bewijs? Eigenlijk niks. Behalve, denk erop, er waren deskundigen die zei, dat is waarschijnlijk geen natuurlijk overlijden. Er was een statistiek die zei, dat kan geen toeval wezen. Dat is het bewijs. Maar tegen al die dingen zijn door andere deskundigen ernstige bezwaren gebracht. Dus wel beschouwd was er geen bewijs. In alle gevallen is het zo dat er meer medici zijn die zeggen dat er niks aan de hand is dan medici die iets verdacht zien. Dus er is selectief, zeg maar, omgegaan met deskundige verklaringen. Het is ongelooflijk vooringenomen te werk gegaan door het Haagse Hof. Men heeft echt volstrekt willekeurig gezocht naar een deskundige die bereid was om iets te zeggen wat overeenkwam met hun ideeën. Want ze moest veroordeeld worden. En helaas, in sommige gevallen was er geen enkele arts te vinden. Dat is geen probleem. Dan bedenk je zelf een medisch verhaal. Slechts in één zaak is er een deskundige die denkt dat een baby vergiftigd kan zijn. De verklaringen van andere deskundigen die denken dat het niet zo is, worden buiten beschouwing gelaten. In alle andere zaken is geen enkel bewijs. Toch wordt Lucia ook in hoger beroep voor alle zaken veroordeeld. Maar als je nu vraagt wie het meeste het te verwijten valt, dan is het het Haagse Hof. Ja, ik zakte wel door de stoel, want wij hebben een buitengewoon goed pleidooi gehouden, waarbij we alles op een rijtje hebben gezet waarom het niet klopte. Onze gedachtegang was logisch, was goed. En ja, dan zie je toch dat het Hof daar heel slinks omheen manoeuvreert om toch maar tot de veroordeling te komen. Ja, dan zakt je broek wel een beetje vanaf. Als je dit verhaal leest en ziet wat er gebeurt, ja, dan slaat het schrikje om het hart. Want er zijn dus momenten genoeg waarop het goed zou kunnen gaan, maar elke keer wordt er weer een fout gemaakt. En dan verwacht je dat zo'n hof, hè, dus het hoofd bij elkaar houdt, en dan zie je dat in plaats van dat het bij elkaar houdt, het volstrekt gedreven wordt door een magisch geloof. Dat ze precies weten hoe het zit. En oké, de feiten wijzen niet in die richting, dat geeft niet. Wij zorgen dat ze in die richting gaan wijzen. En als je dan ziet dat ze dus de zaak zo belazeren, dan kun je dus alleen maar zeggen van ja, sorry, tunnelvisie, dat is een veel te gemakkelijk excuus. Dit is echt gewoon dramatisch slecht. En morgen doet het Hof in Arnhem uitspraak in de zaak Lucia de B. Verwacht wordt dat Lucia dan na 8,5 jaar van rechtszaken en gevangenisstraf wordt vrijgesproken. Paul Smits was als directeur van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag dus een van de betrokkenen van het eerste uur. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn aangifte tegen Lucia. Ik had een vergadering in Utrecht en toen werd er gebeld door een van de kinderartsen. En die vertelde toen het verhaal dat er een kind was overleden. Waarna een aantal verpleegkundigen naar de kinderartsentent toegekomen om te zeggen van hey, wij hebben hier een raar gevoel bij. Want ze hadden geen vertrouwen in Lucia. Geen vertrouwen in Lucia. Ze hadden het idee, hier gebeurt iets wat wij niet goed vinden. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat Lucia er voor hun gevoel te vaak bij was als er een reanimatie was van een kind of als er een kind was overleden. Ja, dus dat zij de hand daarin gehad zou hebben in het overlijden. Ja, weet je, dat zeiden ze eigenlijk niet. Ze zeiden gewoon, weet je, wij vinden het gek dat vaak zo'n samenloop van omstandigheden is. En dat vinden wij opmerkelijk en we vinden het te veel. Ook Smits vindt de situatie verdacht. Dan herinnert hij zich een voorval van een aantal jaar eerder. Een oproepkracht in een ander ziekenhuis werd daar toen niet vertrouwd. En toen heb ik die verpleegkundige gebeld en zei, weet jij nog de naam van die verpleegkundige? En toen zei zij de naam en dat was dezelfde naam als degene die het betrof in het Juliana Kinderziekenhuis.
En waarom heeft u direct de politie geïnformeerd? Nou, als het gaat volgens mij over leven en dood. Je praat over in het begin volgens mij over 15 dingen in het gevallen in het begin. Dan vind ik dat zo ernstig. Dan is er volgens mij in Nederland eigenlijk maar één plek waar je naartoe moet gaan. En dat is de officier van justitie. Maar u baseerde zich op basis van een vreemd gevoel van collega's. Er was niet echt bewijs, hè? Mensen hadden niet echt haar iets zien doen. Nee. Dus mensen hadden niet anders meer van... mogelijk is hier iets aan de hand. We hebben het toen uitgezocht en we kwamen op niet heel veel meer. Zelf niet, want we hebben het onderzoek helemaal niet ver doorgetrokken. Van dat er een aantal incidenten was waarbij Lucia dienst had. Heeft u overwogen om naar de inspectie te gaan? Of het wat terughoudender aan te pakken? Ik heb wel overwogen om naar de inspectie te gaan, maar mijn voorkeur op dat moment was om naar de politie toe te gaan. En waarom? Omdat ik het zo ernstig vond dat wat mij betreft de politie meer de aangewezen partij is om te onderzoeken. Waarom bent u eigenlijk zo snel in de publiciteit hierover getreden? Kijk, wat we gedaan hebben is dat het zingt in een klein ziekenhuis natuurlijk ontzettend snel rond. En als je dingen laat rondzingen, dan wordt het eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. En is het schadelijk ook voor degene die het betrof. Ja, daarmee krijg je misschien toch heel snel een stempel van... nou, ze zal het wel gedaan hebben. Nou, kijk, ik weet dat dat speelt. En misschien als je terugkijkt, dat je denkt... als ik het nu weer zou doen, mijn woorden iets zorgvuldiger zou kiezen. Dat zou kunnen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn, doordat als Paul Smits zegt... dat iemand een verdachte is... dat daarna een hele gerechtelijke macht in Nederland... met ontzettend veel mensen allemaal na gaan praten. Ik dicht mezelf veel invloed toe, maar die invloed die dicht ik mezelf absoluut niet toe. Ik heb nergens spijt van. Nee? Nee, echt niet. U zou, als u er nu weer voor stond, weer aangifte hebben gedaan? Ik zou zeker weer aangifte hebben gedaan.